Hij komt er niet in vandaag. En als het aan al deze kinderen en hun ouders ligt, komt hier nooit meer een vrachtwagen. Ik wil graag gewoon overal spelen. Het parkje wordt veel gebruikt als speelplaats, maar ligt precies op de route naar het composteerterrein van de gemeente. Iedereen is het eigenlijk in de afgelopen 10 jaar met elkaar eens dat dit zo'n onveilige situatie is dat het niet langer kan. Maar niemand is het schijnbaar, voor niemand is het een hoog genoeg prioriteit om er daadwerkelijk ook stappen voor te ondernemen. Dus vandaar deze actie. Met tekeningen en spandoeken maken de kinderen vandaag duidelijk hoe gevaarlijk het is. En met succes, de wethouder gaat er wat aan doen. Volgens mij is er maar één oplossing, dat is dat het hier weggaat. Het terrein wat wij gebruiken, want... Ja, we kunnen wel de rijtijden veranderen, we kunnen langzaam rijden, voorzichtig rijden. Maar het aantal voertuigen, en dat zijn grote voertuigen, grote vrachtwagens, dat blijft. Dat kan dus nooit dwars door zo'n woonwijk heen. Het is slecht voor de woonwijk als eerste. Het kost ons als gemeente ook nog heel veel geld, want we moeten elke keer de straat repareren en andere dingen. Dus dit moet echt stoppen. Het is niet de eerste keer dat Barbara deze beloftes hoort. Toch denkt ze dat er deze keer wel iets verandert. Tot nu toe waren het allemaal individuele acties en is er nog niemand echt op het idee gekomen om 180 flyers door de brievenbus te gooien. Ik vond dat wel belangrijk, dus ik heb dat met mijn zoon in de draagdoek gedaan. Ik ben alle huizen op de Faunalaan en de Meerkoet gaan flyeren. En ik heb gezegd, kom bij me langs en dan bespreken we dit probleem en dan laten we dat samen oplossen. De wethouder heeft ze overtuigd, nu de gemeenteraad nog.